We zijn benaderd door Stichting Gold om namens de politie iets te organiseren voor mensen van de Twentse zorgcentra. En die cliënten die kunnen niet altijd alles wat de normale mens wel kan. En wij hebben gemeend om dat uitvoering te geven als een survival run hier rondom het trainingscentrum. En de waarom-vraag wordt eigenlijk beantwoord als je hier staat en je ziet die mensen enthousiast al die hindernissen overwinnen. Zijn ze onder de indruk? Ja, ze zijn enorm onder de indruk. Maar ook van dat ze bij de politie zijn? Ja, ze kijken enorm op tegen een uniform. Wat daarbij heel mooi is om te zien. Zouden meer mensen in Nederland moeten doen? Ja, misschien wel. Maar wat je bij deze mensen ziet, is dat ze enorm veel opkijken. Dat ze ook de steun aanvaarden die hun geboden wordt bij het nemen van de hindernissen. Ja, natuurlijk. Het is net zo zwaar als een tatte nek in het rek, dus daar kun je mee vergelijken. Alleen dit is nog iets zwaarder. Maar sport je veel? Ik sport 3 keer in de week, dus. Nou, voor jou appeltje eitje. Veel plezier, je mag over de auto. Kijk, je belt nou al. Thank you.